Hier achter me zie je 50 mini pluskastjes. Die mini pluskastjes, daarin zitten kleine bijenvolkjes met een kunstmatig geïnsemineerde koningin. Van drie verschillende moederlijnen en drie verschillende vaderlijnen. Die combinaties hebben we gemaakt. En die hebben we gemaakt om te kijken welke van deze koninginnen sterk vroa-resistente gedrag laten zien. En vroa-resistent gedrag bedoelen we eigenlijk niet dat ze kunnen samenleven met de vroa. Daar geloof ik eigenlijk niet zo in. De vroa is gewoon een parasiet waarbij je echt last van hebt. Ook virussen overbrengt en waardoor volken vaak ten onder gaan. Maar die de vroa echt actief bestrijden. En het gedrag wat we hier naar zoeken, er zijn verschillende gedragingen die bijen tonen om vroa te bestrijden. Maar het gedrag wat we hier proberen te vinden is broedhygiëne. Dat de bijen ruiken dat de vroa in het broed zit, dat broed uitruimen en daarmee de voortplantingscyclus van die vroa verstoren. Dat doen we straks door 150 vroa's in zo'n volkje in te laten lopen. Daarmee besmetten we eigenlijk zo'n volkje. Voor die tijd kijken we hoeveel vroa er in het volk zit. En na 3 weken kijken we dan weer hoeveel van die vroa's hebben het overleefd in dit volk. Hoeveel vroa's zitten nog in het broed. En zijn er volkjes hier, dus die vroa actief bestreden hebben. En met die koninginnen gaan we volgend jaar het tweede fase van dit project in. Nu zoeken we mensen die ons willen helpen om die vroa's te tellen. Dat is best heel veel werk. We moeten dat broed openmaken, want we willen echt zien dat ze niet in het broed zitten. Daar zoeken we mensen voor die ons daarbij kunnen helpen. Daar hoef je geen bijenkunde voor gestudeerd te hebben. Je hoeft niet eens imker te zijn. We werken met een microscoopje. Je maakt met een pincetje met een mesje en een pincetje de celletje open. We halen daar een larfje uit en tellen dan welke vroa's in dat celletje zitten. Iedereen kan dat leren en zo kan ook iedereen dus helpen om een oplossing te vinden tegen dat verschrikkelijke probleem dat we met elkaar hebben, dat vroa heet. Wil jij dus iets bijdragen in de gezondheid van de bijen? Meld je dan aan. We zoeken 15 mensen. Ik hoor graag van je.